in Bentine. Oké. Okay. Daar zal koffie en thee klaar. Dankjewel. Ja? Ja. Goedemorgen. Ja, dus je mag aan de tafel mag je het schrift en een pen pakken en verder aantrekken. Hey. Dan mag je door de trap door naar de cuisine en daar zit koffie en thee. Ja, ik ga even een petje meenemen. Goedemorgen. Hallo. En een schriftje. Welkom, koffie en thee in de kantine. Dankjewel. Ja, volgens mij wel. Welkom bij het introductieprogramma voor nieuwe docenten. Het is een nieuw programma. We hadden dit niet eerder. Dus al jullie collega's die je straks gaat ontmoeten, die hebben dit nog nooit gehad. We hebben een programma bedacht, ontworpen, waarvan we dachten dat het jullie zou kunnen gaan helpen. Straks om die eerste dag je wat meer ingeburgerd te voelen of al een heel klein beetje ROC Midden-Nederland docent. Dat betekent dat het nieuw is, dat we misschien dingen bedacht hebben waar je nog even niet op zat te wachten of dat je iets gaat missen. Dat horen we heel graag terug. En ook als het voldoet aan je verwachtingen. Beste collega's, beste nieuwe collega's. Sommige gezichten die herken ik al van vorig jaar en een heleboel gezichten herken ik niet. Mijn naam is Ruud van Diemen. Ik heet jullie namens de directie en het college van bestuur van harte welkom. En de enige reden dat ik hier sta is omdat ik het wil. Omdat ik het belangrijk vind, omdat ik het echt belangrijk vind, dat wij onze docenten nog meer op het schild hijsen dan dat we al doen. Want hoe je dat bent of keert, we hebben prachtige gebouwen als je hier rondkijkt. We hebben prachtige spullen, we hebben de beste onderwijsleermiddelen. Volgens mij is ICT ook allemaal best wel op orde bij de meeste colleges. Maar alles valt of staat met het hebben van een goede docent. Maar dan doen we elkaar tekort in het mbo-onderwijs, want wij hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht. En geen enkel arbeidscontract wat wij afsluiten is zonder gevoel. We voegen namelijk niet alleen waarde toe aan die organisatie, we voegen ook waarde toe aan het ontwikkelingsperspectief van studenten. En als je een student op niveau 4 hebt, dan heb je kans dat hij doorstroomt naar het hbo. Dan heb je een student op niveau 2 en, of 1 en 2, dan moet je alle zijden bijzetten om ervoor te zorgen dat hij niet ongediplomeerd of zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaat. Dat is een hele belangrijke maatschappelijke opdracht. Daarnaast hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid richting de branches. Want wij doen mbo-onderwijs. En we hebben ook nog een hele belangrijke verantwoordelijkheid richting onze toekomstige generatie. Want onze mbo'ers, als je kijkt naar om je heen, als je op vakantie bent geweest, de meeste van jullie zijn op vakantie geweest, de detailhandel, de politie, het openbaar vervoer, de horeca, de mensen die je haar knippen, noem het maar op. Alles is middelbaar beroepsonderwijs, alles is mbo. Ik wens jullie ontzettend veel plezier, daar begin ik altijd met ontzettend veel plezier in, want we hebben echt een belangrijke functie, we hebben echt een belangrijke taak, een maatschappelijke opdracht. En het is echt gaaf werk wat jullie doen. Om 9:15 gaan we zo een beetje richting die lokale. Dat is de deur uit en dan recht door oversteken naar beneden, jullie dat een beetje mee. Het is fijn als we dat een beetje gestructureerd doen. Wij dachten dat het handig was om jullie random in te delen. Dus niet alle mensen van Veiligheid en Defensie bij elkaar en niet alle gezondheidszorgmedewerkers. Welkom bij deze eerste workshop, training kan ik het bijna niet noemen, het is maar een half uur. Ik zal ons eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Jacob Stuurboord, ik werk bij de gezondheidszorg en ik ben daar secretaris van de college examendivisie. Ik ben Jasper en ik werk niet bij een college, ik werk bij een centrale dienst, dienst onderwijs en innovatie. En je mag er dus ook nooit van afwijken. En waarom mag dat niet? Omdat je anders de student geen recht doet. Want je hebt met hem of haar afgesproken dat hij op grond van de inhoud van die studiegids het examen kan doen. Ja, wordt het dan doorgewerkt in de vorm van een dossier, een eigen... Hoe houden ze dat bij, die examen dossier? Examen dossier. Een portfoliovorm of een andere vorm? En niet per se, hè? Nee, in feite hebben ze dat examenplan, hè, dan zie je dus precies welke eenheden je allemaal moet afleggen. Daar krijgen ze cijfers voor en dat gaat samen in een dossier. De studenten hebben dus ook dat examenplan, die hebben een studiegids en de loopbaanbegeleider houdt bij met de student waar die is en wat die allemaal nog moet doen. Want we zijn niet altijd even zorgvuldig
Als het gaat om het sowieso het inrichten van een examendossier, maar daarnaast ook het beheren daarvan en de verantwoordelijkheid daarvan. Dus daar, maar goed, afhankelijk van waar je komt, zul je zien dat daar hele verschillende situaties zijn. Met het ene college is daar alweer veel verder of zorgvuldig in dat andere college. Ik denk dat we met elkaar vaststellen, in een opleiding, in een team, op welke wijze wij onze lessen invullen, hoe de opbouw daarin is. En andere activiteiten, want we hebben niet alleen lessen, we hebben natuurlijk stage, we hebben buitenschoolse opdrachten, nou, noem het maar op. En ook met name, en dat is dan, je noemde net even portfolio, wat voor voortgangstoetsen en bewijzen daarmee horen. En dat is wel belangrijk, en ik ga het wel even uitlichten. Daar zit nog eens de stap tussen, dat je met je onderwijsteam moet kijken hoe je die hele leerlijn in de tijd uitzet. En dan kun je ook beter flexibel zijn, beter inspelen op ziektesvervangingen en zo. Hè? Als je dus echt met elkaar een goede lijn vanuit dat grote plan naar je lessen hebt gemaakt. Nou, even heel kort. Mijn naam is Marion Visser, Monsieur. Belangrijk binnen een grote organisatie heb je een naam die meerdere keren voor gaat komen. Hè? Visser is vrij algemeen. En dan kan je ook nog het pech hebben dat er iemand is met dezelfde voornaam. Dan wordt vaak je meisjesnaam aangekoppeld. Een A4'tje zet je je voet op. Dan maak je een omtreklijn om je schoen heen. Dan zit je bij je hak neer. Wat laat je achter? Bij het midden van je voet zet je neer. Waar sta je nu? En bij je tenen zet je neer. Waar wil je naartoe? En daar gaan we nu mee beginnen. En als degene, je buurvrouw of buurman, naast je klaar is, dan kan je dat alvast uit gaan wisselen. Ik wil graag toch nog even kort met jullie kijken naar de verschillende niveaus. Niveaus binnen het MBO. Als eerste niveau 1 zijn de entreeopleidingen. Dat is voor leerlingen die nog überhaupt geen diploma hebben. Nog niet van het middelbaar onderwijs, die stromen in bij de entreeopleidingen. Het verschil zit hem juist in de achtergrond, de ervaring, de wensen en behoeften. En je ziet een groep leerlingen, die zitten allemaal voor je en die willen allemaal starten en die willen ook allemaal diploma halen. Maar de een is met 16 jaar echt nog een puber en de ander met 16 jaar. Als je daarmee gaat praten, dan is dat aan de hand van wat ze al mee hebben gemaakt. Dan denk je, nou, ze kan ook 24 zijn. En dat is het verschil wat wel zit in een klas. Wat mij echt opviel was in dit onderzoek was het verschil, duidelijk verschil tussen niveau 1, 2 en niveau 3 en 4. En die wil ik graag aan jullie meegeven. Bij niveau 2 is het eerste focus moet zijn op aanwezigheid en gedrag. Dat is echt heel erg belangrijk. Dat dat duidelijk en dat dat helder is. Daarna, en dat kan je bereiken door middel van pedagogisch handelen. Ik denk dat jullie er allemaal wel genoeg over hebben gehad. Hoe kan je dat aanpakken? En weet van mij wat er in de literatuur staat. In de praktijk is het vaak een heel ander verhaal. En wat daarbij belangrijk is, dat je gaat werken aan vertrouwensband met je leerling. En het hoeft niet zo te zijn dat je zegt, we gaan samen in de groep een biertje drinken. Maar een vertrouwensband is in mijn ogen ook dat de leerlingen weten dat er iemand is waar ze een beroep op kunnen doen als ze vastlopen of als ze een verhaal willen doen. Dan bouw je aan een band met je leerlingen. En in mijn ogen kan je dan werken naar een goed leerklimaat. Als er een goede vertrouwensband is, kan je verder gaan met het overdragen van de kennis, de vaardigheden, juist ook de sociale vaardigheden. Vlakt die zeker niet uit bij de leerlingen binnen het mbo-onderwijs. Vooral tegenwoordig met de mobiele telefoons. Wij hadden hier leerlingen en die namen dan de telefoon op binnen een salon met hoi. Nou ja, daar hebben we toch maar van gezegd, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je net zegt, goedemorgen, met die en die, van dit en dit bedrijf, kan ik u helpen? Dat moet je ze bijbrengen. Ik dacht altijd, dat krijg ik de meeste wel automatisch mee van thuis. Nou, dat is niet altijd zo. Dus ik zeg altijd, check het wel even. LOB. En LOB staat voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding. En ik ben Yvonne Leuven. Ik werk sinds 1997 in ROC in Nederland. In 2008 hebben wij die opdracht voor het eerst gekregen. Het MBO kreeg een drievoudige opdracht. Leren voor beroep, loopbaan, opleiden voor de loopbaan en opleiden als burger.
OCMW zei van ja, allemaal heel erg belangrijk, maar dat moet je eigenlijk als onderwijs altijd al doen, want je kan geen goede school zijn zonder dat je studenten goed begeleidt in hun studie. We willen nog iets meer van jullie. We willen dat je ze echt gaat begeleiden in hun loopbaan. En in 2011 kwam er een nieuw dossier waarin stond dat we studenten moesten begeleiden in hun loopbaancompetenties. Vijf loopbaancompetenties werden er benoemd. De eerste twee waren gericht op het reflecteren op de student zelf. Motieven en kwaliteitenreflectie. Dat de student zichzelf leert kennen. Wat kan ik goed, maar wat past ook bij me? Niet alles wat je goed kan, wil je ook doen later. Het kan best zijn dat je... Ik hoorde laatst een verhaal van iemand. Die was geloof ik afgestudeerd als tandartsassistent. Oh nee, als verpleegkundige. Dat was andersom. En die had een jaar gewerkt. En die zei van, ja, ik kan het heel goed. Ben ik kei in. Maar ik vind het niet leuk. Ik wil het niet. En ik ga toch tandartsassistent worden. Want dan werk ik overdag. Dat is duidelijker. Dan heb ik minder dit, heb ik minder dat, minder zus, minder zo. Dus niet alles wat je goed kan, is ook wat je echt wilt. Dan zou je zeggen, het is een luxe probleem in deze maatschappij. Maar dat is de vraag. Als je heel goed weet wat je wilt, dan is de vraag of je daarmee ook niet heel goed kan vinden. Niet altijd, maar de kans wordt groter. Dus de eerste twee waren de motief- en kwaliteitenreflectie, helpen daarbij. Het onderzoeken van welk werk, wat past bij mij, werkexploratie. Loopbaansturing. En heel erg belangrijk, komt steeds meer naar voren uit onderzoek. Studenten die een netwerk hebben, die een sociaal netwerk hebben, die vinden eerder een baan. Dus die vijf competenties, motief- en kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing, netwerken. Dat zijn de competenties die wij bij onze studenten moeten gaan ontwikkelen. En deze ochtend was voor jou? Ja, nieuw in de zin van... wat doet het mbo? Wist ik wel vanuit bedrijfsleven, want veel van mijn cursisten kwamen uit het mbo. Dus dat niet nieuw. Maar hoe het gestructureerd is, geen idee. Oké. Het verschil tussen BBL en BOL. Dan houdt het wel op. Oké. En Peter? Peter, hoe heb jij het ervaren vandaag deze ochtend? Nou, ik kom zelf wel uit onderwijs. Ja? MBO Utrecht. Ja. Ja, het is voor mij wel bekend. Ja. Maar ik vind wel dat het heel erg professioneel wordt aangepakt voor nieuwe mensen. En heb je ook nog wat nieuws geleerd voor jezelf? Of? Nee, nog niet. Oh, nou, ik hoop dat dat vanmiddag nog komt. Ik hoop het. Minke. Hoi. Nee, ik werk ook al 6 jaar in het mbo. Dus voor mij was het wel allemaal bekende stof. Maar ik vind het wel een hele leuke manier om zo met z'n allen te beginnen. Het geeft gelijk wel een goed gevoel. En het, toch wel een beetje opfrissende dingen hoor. Het was allemaal van oh ja, zo zit dat. Ja. En is er iets wat je nog hoopt in deze 2 dagen dat we aandacht aan besteden? Nou, volgens mij doen jullie dat wel. Vooral de praktische dingen. Dat je gelijk met Blackboard kunt starten. En gewoon waar je dingen kunt vinden. En wie verantwoordelijk is voor wat. Dat, ik hoop dat die lijntjes een beetje duidelijk gaan worden. Oké, nou dan gaan we aan werken. Dankjewel. Oké, goed. Ik loop met jullie even kort wat dingen door die je kunt met je inlognaam en je wachtwoord. Dat is 1. En 2 is dat ik jullie zal laten zien welke informatie je aan studenten kunt geven als het gaat over ICT. Want daar hebben we handleidingen voor, informatie voor. En dat is voor jullie heel handig om te weten waar je die moet vinden. En dan kun je die met je studenten in elk geval de eerste lessen delen. En als ze vragen hebben, kun je daar de antwoord op. 2 dingen. 1, wat kun je zelf met ICT? 2, wat kan ik mijn studenten gaan vertellen over de ICT-spullen die we in huis hebben? En ik hoop dat dat morgen zo is. Morgen zijn er nog een aantal trainingen zoals op Eduarte en een aantal andere systemen. Ik ga jullie zo meteen even wat laten zien over Blackboard. Omdat we gewoon even niet met z'n allen daarin kunnen werken. Maar we beginnen even met een opdracht. En dat is dat we even op intranet gaan kijken. Wie kunnen er op dit moment niet in intranet kijken?
Oké, die mensen die niet op intranet kunnen kijken, de eerste opdracht is zometeen dat ze even naast iemand gaan zitten die dat wel kan. Want hier zie je een aantal mensen die hebben intranet openstaan. En wat we gaan doen is, je gaat even kijken wat je er allemaal kunt vinden. En dan hebben we hier een notitieblaadje. En jullie hebben net allemaal smartboardles gehad, dus dat is heel handig. Je pakt de tekstpen erbij, dat is deze. Want als je hem neer hebt gelegd, dan ben je die natuurlijk weer kwijt. Dus dan zet je de tekstpen aan. Nou, wat kun je zo... Weet iemand wat je op internet kan vinden? Noem eens wat. Smoelenboek. Smoelenboek. Dat is een hele handige, denk ik. Een smoelenboek van andere docenten. En als je een, in je e-mail, je hebt een mailtje gekregen van een leuke Marliese. En je denkt, goh, hoe ziet het kind eruit? Dan tik je Marliese en dan krijg je er 6. En dan moet je even naar, kijken naar de achternaam. En dan zie je ook gelijk hoe iemand eruit ziet. Dus je kunt inderdaad eventjes Smoelenboek. En dat is die van de docenten. Zo. Nou, nu gebeurt er iets magisch. Hebben jullie misschien net ook geleerd bij Margot? Want voor alle mensen die net zo'n beroerd handschrift hebben als ik, maakt hij daar tekst van. Ik vind het helemaal geweldig. Nou, dan doen we gelijk interactief. Dus wat we nu gaan doen, je gaat in je tweetal of alleen kijken wat je allemaal op internet kunt vinden. En dan tik ik je aan en dan zeg ik, goh, kun jij even wat opschrijven wat je op internet kunt vinden? En dan verzamelen we even op het bord en dan weten we allemaal wat we er kunnen vinden. Goeie opdracht dan. Doen we wel 8 minuutjes of zo en dan gaan we naar het bord kijken. Ja? Vindt een maatje. Want ik had het internet zo even afgesloten helemaal en dan ging die automatisch bij mij naar het internet. Ja. Nee, en dat is wel een vrouw, hè? Ja. 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 Dat is een kans. Snel koppelen. Met het pijltje en dan zet je er gewoon een vakje omheen, zo. En dan zeg je hier verwijderen. Dat komt omdat ik die tekstpen gebruik. En die wil je niet zomaar. Oké. Oké. Ik wil mijn handschrift en ik had zo benieuwd dat ik die wel pakt. Want meestal kan ik het toch niet. Nee, laat hem maar gaan. Maar ga erover nadenken. Oh, je had geen tekstpen gebruikt. Nee, maar maak niet mee hoeven. Geef niks. Wil je iets op het bord schrijven wat je op internet kunt vinden? En dan moet je eerst even een tekstpen aantikken. Die, ja. Ja, en nu kun je ze gaan. Nee, want ze had geen tekstpen gebruikt. Ik dacht nu al klaar bent. Tik maar iemand anders aan als je wil. Ik werk bij het VAVO Museum. Dat is het onderwijs voor jongeren die op een of andere manier een eindexamen gaan. Ik kom bij ons, kom ze een diploma aan. Ik ben daar Blackboard-coördinator en smartboard-trainer. Opslaan en delen. Hebben jullie zelf ook nog ideeën van, die hier niet bij staan? En waarvan je denkt, ja, die, dat wil ik ook nog weten. De enige ervaring met smartboard en waar ik vanavond bij zit is de Smart Ink plugin. En als ik... Nou, wil iemand nog wat schrijven of zelfs even van de kunnen? Je moet wel altijd kijken van... Ja, oké, dat is doe maar zo. Er zit ook vertraging in. Ja, 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 ja. Je moet hard duwen, niet te hard. Hoe denk je dat het goed is dat de vertraging... Ja, het lijkt zo op. Nee, ja. Ja, er kan maar één tegelijk, hè? Ja, ja, het is geen... Zijn we, ik wel twee. Ja, ja. Dat doe ik als vrij. Even oefenen, hè? Dus niet. Nou, ja, je moet je handen ook niet ophouden. Je moet er alleen even. Jij zit er handen. Ja, dat is bijzonder net de tien euro wat jij hebt. Ja, dat is geen kans. Dat is alleen maar. Dus dat is
dat is oefenen en het maakt ook uit welk, waar je bent en wat voor soort woord het is. Het aanraken van woord kan wel eens verschillen per type. En dan wil ik graag, ben ik nieuwsgierig naar hoe zijn jullie hier gestart, hoe ben je hier binnengekomen en hoe sta je hier nu? Nou, ik ben hier 2 jaar geleden binnengekomen en ik heb vandaag toch weer wat geleerd. Nou, helemaal leuk. En hoe kijk je aan tegen deze 2 dagen? Het is natuurlijk de eerste keer. Ja, ik zie blije gezichten en mensen die goed in gesprek zijn met elkaar. Dus volgens mij voorziet het in een behoefte. En die zich welkom geheten voelen en, ja. En ook informatief volgens mij blij zijn met wat we aan het doen zijn. Ja. Ja. En ik vind het erg leuk dat we met 24 collega's vandaag in de vakantie zo'n mooi programma hebben neergezet voor 88 nieuwe collega's. Yes!